Voor het succesvol afronden van de onderofficiersopleiding van het Nationaal Leger en de opleiding tot buitengewoon agent van politie, BAVP, zijn vandaag aan 70 cursisten een certificaat uitgereikt. Het ministerie van Defensie zal daarbij 35 cursisten die de onderofficiersopleiding hebben afgerond bevorderen tot sergeant. Justus Hiwaki, commandant Instituut voor Defensieopleidingen, IDO, ziet in deze certificaatuitreiking het markeren van de toewijding en inzet door iedere cursist. Bevelhebber Werner Kuwasen onderstreept dat de defensieorganisatie afstapt van de eeuwige korporaal eerste klasse en dat er nu doorgroeimogelijkheden zijn voor deze militairen. En de afsluiting markeert een periode vol uitdagingen, intensieve training en groei. Het is een eer om hier te staan en jullie prestaties te vieren. Het is vieren van jullie prestaties en dan mogen jullie zelf blij zijn. Cursisten van de buitengewoon agent van politieopleiding. Jullie hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld die jullie in staat stellen om jullie werkplekken en onze samenleving veiliger te maken. Deze verantwoordelijkheden die op jullie schouders rusten zijn groot. Jullie zullen ook bijdragen aan een rechtvaardige klimaat waarin orde, veiligheid en rechtszekerheid worden gewaarborgd. Met jullie komst krijgt de organisatie een nieuwe groep leiders die klaar is om de verantwoordelijkheid van ruggengraat op zich te nemen. Zoals we allemaal weten is het onderofficierskorps de ruggengraat van onze defensieorganisatie. Vandaag versterken jullie dit korps en draag dit korps uit met eer en respect. Zoals het gezegde luidt, jongeren lopen sneller, maar ouderen kennen de weg. Dit geldt ook voor jullie als ouderen, ex-corporaals in eerste klasse. Minister Krishna Kumari Mathura weet dat het proces om die opleiding te volgen en af te ronden geen comfortabel proces is. De bewindsvrouwe vroeg elke aanwezige die deel uitmaakt van de defensieorganisatie om het werk altijd naar behoren en met passie te doen. Wil je succesvol zijn in het leven, is dat geen comfortabel proces. Om succesvol te zijn, moet u uit uw comfortzone treden en inzetten en hard werken en consistent zijn. En als we defensie tot een succesvolle organisatie willen maken, dan hebben we iedereen nodig die zich inzet om defensie tot een waardig instituut te maken. Een instituut waar die samenleving respect voor heeft en waar die samenleving trots op is. Minister Mathura zal met haar team en de bevelhebber ervoor zorgen dat er meer wordt gedaan voor onderofficieren, omdat zij de schakel zijn tussen de manschappen en de officieren.